Tegenover mij Alwin Huls, een gelukkige aanvoerder van Zevolde 2. Alwin, voordat we vandaag gaan beginnen. Vorig jaar de beslissingswedstrijd Witkampus 2 en nu een jaar later dit. Ja, we hebben vorig jaar helaas eigenlijk ook wel dik smeer gekregen en zijn we gedegradeerd naar deze klasse. En dit jaar zijn we volle moed zijn we weer aan het seizoen begonnen met doelstelling kampioenschap. En dan uiteindelijk hebben we dat gehaald, dus dat is super mooi. Ja, het bleef spannend tot de laatste moment. Was de uitwedstrijd Doetinchem cruciaal voor de titel? Ja, ik denk het wel, want Doetinchem stond op 3 punten. En als wij die hadden verloren, dan hadden wij de tweede plek, om de tweede plek gespeeld. En die wedstrijd hebben we 0-0 afgesloten. Hebben we als team echt een topprestatie geleverd. En daardoor zijn we denk ik wel, heeft het zover kunnen komen dat we nu kampioen zijn kunnen worden. Het zonnetje breekt door, ook voor jullie. Volgend jaar in de derde klasse, maar niet met hetzelfde verhaal als het jaar ervoor, denk ik? Nee, sowieso niet. Volgend jaar sowieso proberen bovenin mee te doen. Misschien wel een periodetje pakken of zo. En dat zijn voor volgend seizoen de doelstelling, denk ik. Oké, maar eerst maar eens even een lekker feestje bouwen vandaag. Zeker. Gefeliciteerd. Dankjewel.